niet echt wat gezeild, niet veel wind. En we hebben een mooie kanoroute ook gehad tussendoor, van meer naar meer. Dus Hoi hoi. En bruggetjes. Veel bruggetjes. Kleine bruggetjes. Ja, ja, van 1 meter. Hè? Dus, ik denk al een stuk of 4. Een stuk of 4 bruggetjes. Nee, 6 of 7 bruggetjes. Ja. Oké. Well, my rudder cannot be mended right now, but I'll do that tonight somewhere. And we'll see how it goes. Roel verspeelt aan het begin van de tocht. Allereerste begin. Gewoon doorgaan. 30 kilometer. Zonder problemen. Met een paddeltje sturen. Nou, dan gaan we het laatste rakje voor de wind. Gaaf man. Ja, petje af. Petje af. Mooi man. This is where my rudder sheared off and it's connecting here and here, so I can put a rope under and up and then tie it down there, epoxy it, and I think I'll be good to go tomorrow. De leefbare brug, dus die gaat misschien open voor sommige mensen. Ja, zie ik vandaag. De kortere tocht gaat er lang weer de vaart in. En als, dan hoop ik, ik denk dat die goed bezeild is. Ja. Dus die gaat zo schuin mogelijk in Noordwest. Ja. En als die niet bezeild is, dan zal het waarschijnlijk zijn een korte slag en dan een hele lange slag. Ik weet niet waar zij is. Er zit geen brug in, een pontje. Dus kijk uit bij een pontje. Soms wil een pontje van de meeste vreemde tijden. Dus ik ga wegvaren in de stad. Goed het nou. Ja. Andere mensen zeggen, hey, ik wil even verder varen vandaag, dat waait zo lekker. Daarvoor heb ik bedacht dat hij dan moet steken via de kaai. Of ook een stukje lang weer de vaart op brek op. En dan gaan ze richting het jetje weer. To the lunch stop, and the other boats have taken the direct route, and I've taken the longer route, so we'll see when I get there. One boat got stuck under the bridge, an anonymous boat. He got stuck, there was a bridge, there was a lot of wind under the bridge. They couldn't row off. They couldn't tow themselves off, and they tried to sail free from a lee shore there under the bridge. So I think they spent half an hour waiting there until they accepted a tow from a Drascombe who has got an engine. It was a great day of sailing. I feel like going on for a bit on the Hegemeer. Well, why not? Let's go. Yee-hoo! Yeah. En ook voor de bemanning van het bootje.
Moet je de camera even? Nee hoor, nee, ik zat even te checken of je loopt. Maar pittige dag. Bijzondere dag. Alles is moeite waard. Ja, ging het was verrukkelijk gisteren. Ja. Ik zag er erg tegen op, want ik was moe. Maar dankzij dat kleine Leo meeging, die ontzettend gezellig was, nou, hebben we een fantastische tocht gehad. Ja. We zijn bijna omgegaan met de grijpen, maar kletsen onderweg. Allemaal gelukkig goed af. Ja. En we hadden weer een fantastische tocht. Ja. 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 Eén keer water geschept. Ja. Dat is ook wel weer lastig, want we moeten weer aanleggen om het eruit te scheppen. Er zitten roodjes op. Ja. En dat wel heeft allemaal goed gehouden, dus dat viel mee. Ja. En heb je nou plannen om van alles te veranderen aan de boot? Of, ik heb inmiddels al een nieuwe grootschoot gekocht en een paar blokjes veranderd. Dus er zijn al wat modificaties aangebracht. Ja. Oké. Okay. Ja. Lekker gezeild verder, want het zeilde goed, hè? Dus ja, zeker. En we waren nu weer met de voorstand steeds binnen. En het verleden jaar viel dat een beetje tegen. Toen de mouwen weer waren, maar de maatregelen. Ja. Met kleine stukje laveren, smaak slootjes, dan zit er met voorin een beetje bijroeien voor de, door de wind. Dit huisje hebben we gemaakt voor de vak. Ja. Nou, dat doet het ook wel. Oh, ja. Yeah, it's wind force 4, but there were gusts of 6 or 7 even expected. So we repeat a small part of the tour of Thursday. And we go onto the smaller lakes behind Heeg to get a little bit of protection from the wind. Yeah, many boats are packing up already. They have a long way back home, but 7 boats are still going out, and we'll do a trip. Wat een ervaring! Het enige goede antwoord dat ik kan geven. Dorenstad. En hier spreken wij met Koos. Ja, hoi. En hoe was het voor de eerste keer bij deze Dorenstad reed voor jou, Koos? Ja, het was ik had er wel heel lang op de verlanglijst staan om hier mee te varen, maar het was nog nooit eerder gelukt. Ja, het is hartstikke leuk. We waren met 17 boten of zoiets, of 14 boten. En iedereen is bootjes gek, dus je kan praten over elkaars bootje, vergelijken en kijken. En samen varen. En alles is geregeld hier. Ja. Dus je komt binnen, je krijgt een bakje chips, je krijgt een worstje. Maar je moet niet te veel reclame maken, anders dan is er voor ons geen plek meer voor. Het nadeel is dat je zelf je bier uit de koelkast moet halen. Oh, dat is wel een nadeel. Je moet een streepje zetten. Dat is heel vervelend. Ja.